Overal zo worden de bermen aan het baaien. We zijn er voor je, Ideas. We zijn er voor je. Help me!
grapje. Thank you.
in de negende ronde. Laatste ronde. Onze vierde leiders zouden momenteel nog altijd tezamen zijn. Ik kan hier een Belleman aanduiden, alsjeblieft. Dus onze vier kopmannen nog altijd tezamen. Belleman, laat u horen. Ingang, laatste ronde. We laten Beulens met een achterstand van 12 seconden voor onze eerste achtervolger. Het nummer 49, Beulens, zal hij de oversteek kunnen maken? We zijn benieuwd. Hier de voorwacht van het peloton. Achterstand 27 seconden. Ingang de laatste ronde. We zijn er voor je, Evian. Ja, de nieuwe melding, we zouden tot 9 kopmannen kunnen gaan. Er komen er een aantal bij. Ze gaan hier de spurten voor hun plaatsen. En die hadden dat er nog niet zo kort bijgekomen. Hier duidelijk de wedstrijd. Dan is het de renners gaan hier de spurten voor de eerste plaatsen. Dus alle drijven ook achter de aankomst. Dat is een ander. Ja. Komen. Hij geeft het signaal aan. Ja, wel, alleen dat is gezegd wat dat is. Want ik heb blijven wat beetje steken op. Een paar seconden, 17. De huldiging van vandaag. Het nummer 40, Possière Louis, het nummer 40 mag plaatsnaam nemen naar de derde stuk. De organisator gaat ook bloemen geven aan ons knaap hier. Een applausje zou ik al zeggen, sportliefhebbers. Zij hebben ervoor gestreden. Graag een applaus.
Ja, dank u. Jawel, ze krijgen wat lekkers, ze krijgen wat bieren, leffen. Jawel, dat kan er allemaal bij. Dan gaan we naar onze Nicolas, het nummer 45. De man komende uit Creta, hij mag plaatsnemen op de tweede plaats. Hij is een zestal weken hier in België, in een gastgezin. Jawel, een applausje, laat u horen. Deze jongen is hier sterk aan het rijden, Sportief Evers, in Kerniel, in Limburg, in Vlaams-Brabant, ook te Bullingen was hij sterk bezig. We gaan er nog wel van horen. Dan gaan we verder naar onze winnaar, het nummer 49, Beulens. Hij mag naar de eerste stek gaan. Ik zou zeggen, de palm gaan we eerst geven, de bloemen. Een mooie, prachtige bloemenruiker. Hij krijgt ook de leffen, nog geschenken van de organisator. We gaan de organisator even de tijd geven voor alles te geven. Ik zou zeggen tegen de organisator, ga bij deze knapen staan. De foto's worden hier genomen. Dames en heren, ik vraag u een warm en daverend applaus voor het podium. Winnaar ga ik hier zo meteen aan de tand voelen, want deze heeft hier toch wel een zeer sterke koers gereden. De foto's zijn genomen, ja. Jawel, de fotografen geven goedkeuring. U mag even tot bij mij komen, Beulens. Ik zeg het al daarnet, voordat we ermee begonnen, maar ik wil het toch wel zeker en vast herhalen in de microfoon. U heeft een heel sterke koers gereden, we hadden drie kopmannen, dan ging dat naar vier. Er werd niet direct gereageerd, maar u reageerde wel rond de achtste, negende ronde. U ging er vandoor, maar u bleef steken op een 17 à 18 seconden van die kopmannen. Ik dacht al in de commentaarcabine, die komt er nooit niet bij, maar jawel. Ja, voor mij is dus de roep op een moment, nou, op het einde was het beter. En dan heb ik het geprobeerd om toe te rijden, maar ik denk dat ze stilgevallen zijn, want ik kreeg niet echt sneller. Maar het einde is het ook een beetje stilgevallen. U komt daarbij, dan met vijf kopmannen, die achtervolgers, het peloton, kwam. U wint die spurt dan, u bent een straf uit het spurtwerk. Wow, allee. Ik kan wel sprinten, maar niet echt. Ik wil maar beter zo bergop zo punt. Dat kan ik beter. Maar ja, ik kan ook sprinten. Ja. U bent tweede jaar nieuweling? Ja. Oké, al overwinningen dit jaar? Nee, dit is mijn eerste. Het is mijn tweede jaar dat ik doe. Ja. En